snoeken. Dan stond ik aan het filmen. Heb je honger? Ik heb per ongeluk gehaakt. Leuk beest. Ja. Ongewild, maar ja, je kan er niet altijd wat aan doen, hè? Ja. Ik zit ook wel eens in de water daar te vissen. En dan ben ik met maïs bezig. En op een gegeven moment denk ik, godsnaam man. Zit er daar een paling aan, zeg. Oh, ja, dank wel. En die heb je ook zomaar niet boven. Maar je bent er nog niet. Nee. Ik heb al jaren zitten kijken naar diegenen die in snoeken zijn tegenwoordig. En dan ga ik iedere keer kijken. Ik zie ze nooit wat vangen. Nee. Elk jaar slechter. Ik heb hier ook wel eens gezeten, vroeger. Op die T-kruising hier. Ben je al lang bezig? Zeg je? Ik heb nu pas zin in te krijgen. Ja? Moet ik je helpen? Alsof ik sta precies voor mijn camera. Oh, pardon. Ja, dat is een puntje of 15, denk ik. Zeker leuk. Dat is leuk vis, hè, zo. Ja, en als je maar strak houdt en geen schokken. Ja, maar je hebt al een behoorlijk snoertje gedaan, denk ik. Vlochte lijn, hè? Hé? Vlochte lijn. Ik was het snoeken. Ja. Ik heb een zijvin, denk ik. Een buikvin. Dus je denkt dat je me gehaakt hebt? Ja, dat is een buikvin. Ja, ze pakken geen kunstenaars. Ja, dan... Die lag hier gewoon lekker op de bodem. Ja. Ja, puntje 15. Minstens, ja. Scheef in, denk ik. Scheef in de bek. Hier is een buikvis. Ja. Ja, je kan hem wel proberen te... Hij zit in zijn buik. Ik kan het proberen, maar... Ja, ik had liever een snoek van. Ja. Maar deze zijn ook lekker te eten, hoor. Ja, ze niet opeten. Zeg je? Ze niet opeten. Nee, deze niet. Dat is natuurlijk ook niet.
tegen een kilo 15 aankomen, denk ik. Ik over de 20 pond. Tegen de 15 kilo anders. Ja, zeker. Kijk, en hij is los. Wat wil je nog meer? Ja. Ja, dat. Valt niet mee! Ja. Ik had ook voor 15 ton. Hij is echt zwaar. 15 kilo. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja, hij is mooi hoor. Ik zit helemaal onder de slijm nu. Maar hij staat erop. Misschien niet erg mooi. Maar dat hoeft ook niet. Als we heel snel bent, want ik wil hem heel snel terugzetten. Dat is goed drinken. Nou, dat valt ook wel mee, maar ik heb hem liefst heel snel terug. Dus maak snel een foto, dan gaat hij weer terug het water in. Hij is zijn best gedaan. Oké, prima. Tot ziens. Tegenaan gekomen dan.